Welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Hugo Remers. Jawel, we gaan er weer eens iets heel leuks van maken. Ik heb weer al redelijk wat vragen binnengekregen. Wat is jouw mening over paarden? Zijn lieve dieren, want mijn mama heeft er ook. Mijn mama heeft 2 paarden, zowel Pretty Woman als Rasputin. Pas op, ik moet daar ook de Z bij zetten, van zangerzijde. Stel dat je geen mens was, maar een lepel, een vork of een mes. Wat zou je willen zijn en waarom? Goh, dat is een moeilijke. Een lepel, want daar bijten ze niet op. Voilà, bij deze. Repelsteeltje, wat vind je van Black Lives Matter beweging? Dat vind ik een heel goede beweging, omwille van... ik hem ook op, dus omwille van dat... Ja, politie moet geen andere huidskleur mensen afschieten. Moet gewoon niet. Leven moet... Dat zijn ook maar gewoon mensen van vlees en bloed. En waarom zullen die dan anders zijn dan een andere mens? Voilà. Wat vind jij de mooiste plek van jouw lichaam? Mijn ogen. En ik ben daar wel versnuift, mensen. Ik ga even gauw een zakdoekje nemen. Oh. Ja, ik heb een loopneus. Voilà. En dan zelfs integraal in de vuilbak gooien. Voilà, bij deze. Wat vind jij het mooiste plekje van jouw lichaam? Mijn tepels. Echt waar. Voilà, bij deze. Wat vind jij het mooiste plekje van BH-lichaam? Wel, ik zal wel heel eerlijk zijn, de ogen, want die... Oh, die blinken zo mooi als ze verliefd is en al. En ja, oké. Okay. En ik ben pas wakker, dus ik ben deze video ben ik erop aan het nemen sinds dat ik direct wakker ben. Klik en ik ben direct beginnen te vloggen. Voilà. Daarom dat mijn stem ook nog zo wat dof klinkt en moe. Ik ben er niet om een aantal gedachten aan het opnemen. En ik moet nog gaan werken, hè, mensen. En ik ben zo moe. Aha. Is uw relatie stabiel? Momenteel wel terug, vind ik. Momenteel loopt alles hoe het moet zijn. Bij een paar struppelingen na. Maar voor de rest gaat alles de goede kant uit. Ze heeft zenuwen voor ook gaan binnenkort gaan te verhuizen in maart en in april, mijn schatje. Oké, wat vind je het lelijkste plekje van BH lichaam? Dat heeft ze... Ze heeft geen lelijke plekjes. Nee. Nee, dat heeft ze niet. Nee. Ik kan er niet direct zo eentje opnoemen. Wat is jouw favoriete medepersonage van Psycho TV? Ah wel, dat was Chris van Wolfen. Ik keek er ook naar op hoe ze mij ook altijd heel goed op de rechte pad houdt. En al nu ook nog hoor. Dus ja, ik heb bewonderingen naar Chris toe. Wie is het volgende personage dat de reeks verlaat? Niemand niet. Probeer dat. Echt waar, niemand niet. Want ik wil daar meer personen gaan bij intrekken bij Psycho TV. Dan weten jullie dat. Is er een dispuut tussen Chrisje en de schrijvers van Psycho TV? Is Knaaien waardoor dat ze uit de reeks is geschreven? Contract perikelen? Nee. Chris is gewoon vertrokken door een ruzie en ik wil daar niet meer over hebben. Punt uit.
Kan iemand zich inschrijven als figurant voor Cycle TV? Nee. Waarom geef je iemand die Bea het schele dakduif noemt zoveel kansen? Heb je dan 0,0 respect voor uw vriendin? Ik heb heel veel respect voor mijn vriendin. En als dat nog gebeurt, dan treden we ook nu echt heel zwaar op, Danny. Denk je dat de firewall van de Discord niet geüpgrade worden na deze cyberaanval? Ik denk van wel. Dan horny corny. Wat zijn al die woorden? Welke woorden? Dimi, kan je firewall geüpgraden en cyberaanval uitleggen? Een firewall is dat een computer de virussen en de hackers tegenhouden. Geüpgrade, dat is bijvoorbeeld, ik ga een nieuwe muis kopen en die is beter dan deze, dan heb ik een upgrade gedaan. En een cyberaanval is, ja, dus dat er met meerdere personen op ene website en al, of op ene persoon wordt aangevallen. Dat is een cyberaanval. Is een cyberaanval ene aanval uit Siberië? Nee. Dat kan van overal komen. Kan echt van overal komen. Wat vind je ervan dat vandaag de regels zijn gehackt en dat wij foto's van piemels hebben moeten zien? Dat vond ik niet leuk. En als dit nog een keer gebeurt, meld het ook mee via e-mail. Ik ga hier ook eens de e-mail in de beeld laten komen. Oh, laat ik iets vallen. Even oprapen. Wacht, hè. Tekst, ja. E-mail. Gegeven, e-mail. Voilà. Plus website. Dan hebben jullie dat direct ook allebei. Dat is www.psychotv.be. Jullie zien het hier al verschijnen. En de e-mail is redactie@psychotv.be. Voilà. Nu ga ik dat nog iets kleiner zetten. Voilà. En die zet ik hieronder. Voilà. Dan staat dat hier ook altijd in beeld. Dan weten jullie dat. Ja. Dus als dat nog eens een keer gebeurt, e-mail naar deze e-mailadres redactie@psychotv.be. Ik hoop dat de CEO dat ook een goede idee vindt. Ja, ik vond dat wel een heel goed idee. Vind je dat Celine en Michael van het YouTube-kanaal Semi moeten gecanceld worden vanwege het kopen van hun hond bij een broodfakker? Ik heb niks opgevolgd van Celine en Michiel, dus de Semi-kanaal. Dus ik ben dat niet aan het volgen wat daar allemaal aan het gebeuren is. Ook niet met wat er met Acid aan het gebeuren is. We gaan ook binnenkort ook gedragsregels ook krijgen. Dus ja, want Acid is sinds kort ook op Studio Brussel geweest. Hè? Dus... heb je daar beelden van? Ja, ik heb daar beelden van. Dan moet ik eens even gaan zoeken. Want ik heb dat gisteren gezien. Ja, dat is eerst dus reclame. Hier is het stukje dat je dan hem gaat zien. Eigenschappen. Waarom wil je dat niet doen? Waarom wil je mijn beeld niet nemen? Dan gaan we dat nog gauw hier in toevoegen. Beeld capture. Beeld capture. Hopsta 3. Yep, en daar is hem dan. Voilà. Ik ga het ook even in het groot opzetten. Dan zien jullie het ook. Ik ga mij een klein beetje naar onder zetten. Dan zien jullie ook de tekst. Alsjeblieft, geniet er maar van.
Ik ga ook even meeluisteren. Ah nee, jullie horen dus niks. Gewoon van dat het geluid al staat, natuurlijk. Goedenavond, goedenavond. Hey, heel fijn dat jij hierop wil reageren, want je bent een belangrijke stem in dit verhaal ook. Zou jij je aan zo'n gedragscode houden, Aceit, of wat denk je ervan? Maar ik vind het altijd heel moeilijk, want er is allemaal gestart, heel de heisa over deze gedragscode is gekomen na het conflictje dat ik gehad heb deze zomer. En kijk, ik ben nu aan het praten met de minister van Media, dus ik vind het wel leuk dat ik hier een leuk privégesprekje kan voeren met hem. Volgens mij is het redelijk duidelijk aan welke kant u staat, meneer. En ik snap heel goed dat u wil dat er een gedragscode komt. Maar ik heb echt het enorme gevoel dat deze algemene gedragscode echt gewoon bijna gebaseerd is op mij, wat ik gedaan heb. En ik voel me serieus enorm geviseerd door heel deze code. Ook als ik u net hoor zeggen, ja, ik heb al met zoveel influencers gesproken. Ik was daar niet voor uitgenodigd, ik vind dat niet erg, maar ik heb ook gewoon te horen gekregen dat daar enorm op mij gebashed is. Dat, ik ga geen namen noemen, maar ik denk dat de meeste mensen wel weten over wie dat ik het heb. Dat zij vinden dat er een wet moet komen tegen mij, dat ik dingen verkeerd gedaan heb en zo. Misschien eens het even samenvatten, hè, want je had een conflict met Semi deze zomer. Het is daarom dat je... Dat je op doelt. Het wordt hier misschien wel even heel persoonlijk, maar minister van Media, Benjamin Dalle, misschien moet je even reageren. Ja, en inderdaad, het is een intiem gesprek, Nathan, als ik dat mag zeggen, of Aceit, maar we gaan dat zeker verder zetten. Ik wil wel zeggen dat het absoluut geen reactie is op die rel. Dat is inderdaad enkele maanden geleden onder de aandacht gekomen, maar de plannen die dateren al van een tijd daarvoor, dus dat is het absoluut niet. Ik stel trouwens vast, ik heb dat heel erg geapprecieerd. In een van je posts heb je aandacht gevraagd voor ja, wat wij noemen donkere gedachten. Heb je gezegd, kijk, het is niet omdat je succesvol YouTuber bent of op TikTok of Instagram heel veel volgers hebt, dat je het ook niet af en toe moeilijk kan hebben, dat je ook kan kampen met donkere gedachten. En dat heb ik heel erg geapprecieerd, omdat je op die manier dat thema ook echt bespreekbaar maakt, ook bij jouw volgers. En in die zin, je kan erop rekenen dat we ook zeker met jou zullen van gedachten wisselen daarover. En we viseren niet één persoon. Dit gaat over aanbevelingen die denk ik voor alle YouTubers, TikTokkers en Instagrammers en andere influencers van Vlaanderen nuttig kunnen zijn. Ja, Aceit, ik heb het gevoel dat je er wel nog wat andere interessante dingen over te vertellen hebt. Dus anders moet je gewoon even blijven hangen en dan spreken we er straks nog wat verder over. Dat is goed, dat is in orde. Is dat goed, Nathan? Dat is cool. Hey, wacht, mag ik nog één iets zeggen? Heel snel. Dank u wel, meneer, dat u dat gezegd heeft. Want ik ben inderdaad een goede vriend verloren daaraan. En ik vond dat heel belangrijk om daarover te spreken. En dank u wel om te erkennen dat ik toch iets goed kan doen. Want ik vind mentale gezondheid heel belangrijk. En dat is zeker iets waarvoor ik heel veel bezig ben in mijn video's. Dank u wel. Nog een goede avond. Dat is echt super. Jullie moeten gewoon het gesprek ook nog met z'n tweeën verder zetten, denk ik. Heel erg merci. Ik wou juist nog checken, mogen wij effectief uw nummer ook doorgeven aan minister Dalle? Ja, doe maar. Doe maar. Oké, goed, dan zullen we dat doen. En alvast heel erg bedankt dat wij u hierover mochten spreken. Hey, maar veel plezier. Dus ik hoorde allemaal. Dus, jawel, dat was dus Aceit op Studio Brussel. Over die Aceit. Van Semi en Aceit. Is deze server conform aan de GDPR-reglementering? Ik weet niet wat een GDPR-reglementering is. Leg eens uit wat een GDPR-reglementering is. Ik ben lactose-intolerant. Mag ik dan rijst eten? Ruby. Dat weet ik niet. Dan moet je eens even gaan googlen. Maar dan zal ik ook eens wel voor jou doen. Eens even kijken.
Daar is dan een hele grote website ervan, zie ik, van Proba, bla bla bla. Dat is www.optimali, dus optimale gezondheid.com. Surf daar naartoe en dan zal je wel vinden lactose intolerantie deel 2 producten die je wel en niet mag eten, alsjeblieft. Dan de volgende. Ik denk dat je dan doodgaat, Rudy. Niet proberen. Klopt dat, Dimitri? Watte. Wat is integraal van 3? Dat weet ik niet. Lijst van integralen. Daar kan ik totaal niet aan uit. Nee, daar kan ik totaal niet aan uit. Dat zijn zo van die codes en al. Waar ik totaal niet aan uit kan. Sorry, Horny Corny. Dat dus op deze wedstrijd. Nee, nee, nee. Dat zijn allemaal berekeningen. Maar wat voor berekeningen, dat weet ik niet. Nee, maar wel macaroni. Zegt Boef, zei de prins tegen Ruby. Met ik ben lactose intolerant. Mag ik dan rijst eten? Horny Corny, wat is een zuivelproduct? Daar gaan we dan ook gauw eens even op googelen. Wat is een zuivelproduct? De Wikipedia zegt het volgende. Ik ga het jullie ook laten horen. Wacht, hè. Misschien gaan jullie het trek wel kunnen horen. Wacht, hè. Ik ga Google het nog een keer eens laten spreken. Oh, wacht. Wacht. Opnieuw. Wacht. Want ik zie opnieuw dat er iets niet is toegevoegd. Ja, hupsa 3. Oké, Valessa. Opnieuw. Zuivel is de algemene naam voor uit rauwe melk bereide producten. Deze melk is uitgescheiden door de melklieren van zoogdieren. Mensen gebruiken vooral de melk van koeien, schapen, geiten, kamelen, paarden, waterbuffels en yaks. Vroeger vond het verwerken van melk tot zuivelproducten vooral plaats op de boerderij. Tegenwoordig gebeurt dat meestal in een zuivelfabriek. De oudste te dateren bron voor het woord zuivel, Middel-Nederlands, zuvel, is een Latijnse oorkonde uit 1293, die vermeldt, NEC flam zuwel, nog enige zuivel. Alsjeblieft, nu weten jullie het. Oké, verhoogt of verlaagt het kookpunt van het water als je er ijsblokjes in doet? Verlaagt. Wie is jouw beste vriend? Ja, momenteel heb je dat niet echt meer. Wie is de snelste Trackmania racerket dat je al mee gereisd hebt? Dat is Koenze, de nummer 1 van de wereld. Wat is het zwaarst, 1 kilo veren of 1 kilo lood? Ik denk 1 kilo veren. Platvis. Ork, zoep eet je met een lepel. Wekelijkse rekenvraagstuk. Als je 10 jaar oud bent, ben ik 2 maal zo oud als mijn zus. Dus dan ben ik 20. Hoe oud is mijn zus als ik dan 60 ben? Wacht, 20. Dat is. Als ik 10 jaar oud ben, dan ben ik 2 maal zo oud als mijn zus. Dat is 5 jaar. 5 maal 3 is 30. Dat is 30 jaar, denk ik. Dan Vlaamse strijder. Is geld gratis? Nee, geld is niet gratis. Horny Corny. Is water nat? Ja. Wanneer is iets nat? Ja, als het vochtig is. Danny van Hamel. Kan water verdampen? Ja. Loris. Is Danny een goede racerke? Ja. Brian Team, dus Brent. Is Laurens een goede racerke? Ja. Wat is jouw trouwste fan volgens jou? Wie is jouw... Momenteel Kiever. Hoe is Brent mod geworden? Doet hij het goed volgens jou? Ja, hij doet het zeer goed. Echt heel uitstekend trouwens.
Ik vind het alvast van wel. Van, als jij dat ook vindt. Zijn er ook privéfoto's van jou uitgelekt? Nee. Is het waar wat ze over jou zeggen in de dag allemaal? Wel, Benny Vermagert, dan mogen die artikel wel eens doorsturen naar mij toe op deze e-mailadres redactie@secretv.be. Hoe ben je op het idee gekomen van Psycho TV? Gewoon mijn nickname en dan gewoon TV achter. Tadam! Vanwaar de naam Psycho TV? Psycho, mijn nickname. En dan heb je er gewoon TV achter gezet. Wat is jouw favoriete game momenteel uit jouw professionele carrière? Dat is nog altijd Trackmania Nations Forever. Maar ik ben nu aan het proberen op Trackmania 2020 een comeback aan het maken. Zowel ook op Counter-Strike Global Offensief. Benny Vermagert, hoe komt het dat een CEO geen economische termen kent zoals conjunctuur? Ik vind dat erg verontrustend voor het bedrijf Psycho TV dat er niemand met economische kennis het bedrijf leidt. Ja, dat is wel weer al waar. Loris, ik moet tegenwoordig altijd pipi doen. Ben ik zwanger? Nee. Dan Kiever, heb je al een attractie in gedachten voor Psycho Land? Als ik echt Psycho Land moet opbouwen, dan moet er echt rollercoasters in staan die toch minimum 5 keer over kop gaan. Wil je een oproep doen om Walter terug te halen naar de Discord? Hij zou integraal de massa's van Holy Bee kunnen worden. Oké. Stop je met het bevel als professionele Trackmania-speler wordt? Bevel? Nee, ik stop daar niet. Nee. Bevel moet dat zijn. Nee. Heb je mijn bericht over Rico en Antonio en de stuntman gelezen? Nee. Dit bericht. Dag beste Discord-vrienden. Vandaag heb ik iets zeer droevig meegemaakt. Ik ben namelijk naar de Rico in Hasselt gegaan. Hier zag ik met eigen ogen de zware economische gevolgen van de coronacrisis. Het ging al langer slecht met Rico en veel mensen verloren hun job. De coronen hebben de doodsteek gegeven. Verschrikkelijk dat het lokaal bedrijf op zo'n manier is moeten sluiten. De fabriek ziet er nu uit als een verlaten gebouw uit de jaren 80. Het stinkt en er lopen polen rond die vodka drinken en oud materiaal meenemen. Uiteraard moest ik aan Antonio Vlog 151 denken, omdat hij daar ook nog heeft gewerkt. Heeft hij al andere werk, komt hij geld tekort, is hij wel gelukkig, wil hij terug stuntman worden, welke impact heeft corona op hem gehad? Pff, stomme corona, het eindeloze lijst tragedies van Cassiop tot de record. Het zou geweldig zijn, Dimi, als je nog eens een video kan maken met Antonio, het zou heel veel voor me betekenen. Van Repelsteeltje is dat gekomen. Ik zal kijken wat ik kan doen en al. Ik kan nu nog gauw kijken als er verversen. Dingen zijn, reacties zijn gekomen. Oh jong, 49. Oké. Je moet uw vader niet bedanken. Je wilt enkel extra minuten trekken. Papa Erik, kijk toch geen flauwskes. Ik bedank ook mijn vader omwille van dat hij ook het toestelletje in mijn auto heeft geplaatst. Ja, dat is zo voor, ik weet niet juist wat voor dierenwereld, marters in mijn wagen te houden. Wat kost de naam? Nee, ik heb geen trus gepakt. Smeerpik, mooi professionele tussenstuk. Goed geëdit, die echt waren een echte professioneel. Vanaf nu is de auto ook kapot. Audio ook kapot. Geen idee hoe je het doet, dus dat je je beelden edit. Fritten. Zo mensen, mijn schatje is ook aan het helpen met het uitlaaien van de boodschappen. Echt waar, maar wat heb ik met die woord boodschappen? Oké, we.
60, je gaat lang mogen schrobben voor. En dat kost. En dat kost geld. En ik zie dat ik je dat iets had. Ja. Dat was over mijn tanden. Ja, die smeerpik heeft er redelijk wat daar neergezet. Ik ga dat eens later in de vlog nog eens beantwoorden. Oké, dan trekt Minia livestream, 0 reacties. Dan de Q&A van vorige week, daar zijn in totaal 3 reacties op gekomen. Van e-mails pro viewpot, Dimi, ik denk niet dat macaroni een zuivelproduct is. Benny van Maagert, wat is uw twee favoriete zuivelproducten na rijst? Oh. Macaroni met... Macaroni? Hier zeg ik macaroni, ja, dus. Je rekening gaat duidelijk vooruit, Dimi, doe zo voort. Wel, wekelijkse rekenoefening zonder te spieken. Wat is de vierkantswortel van 25? Ah, ja. Dat is 24. Oké, dat is een zeer goede vraag. Ja, dan die. Dani van Naam, waarom zijn foto's rechthoekig terwijl een camera rond is? Dat is ook een goede vraag. Was ook een goede vraag. En dan 2049. Hashtag linkerratten rolumatten. Hashtag stop islamisering. Hashtag free. Oké, ik weet niet. Dimi, ik wist niet dat jij een islamhater was. Ik ben dat niet. Vlaamse strijder. Dimi, ik vind het integraal jammer dat je niet al mijn hashtags voorleest. Hierdoor ben ik genoodzaakt een dislike te geven bij deze. Stop met dit walengedrag. Volgende keer beter, hoop ik. Free Bea. Free Chris. Hashtag Free Chris. En dan denk ik nog vlog 1044. Liam, wat heeft Bea? Leuke vlog. Dankjewel. Wat heeft Bea? Bea heeft iets aan haar maag en op 2 februari moet ze terug binnen naar het ziekenhuis. Dan CSGO livestream, 0 reacties. CSGO 1 match livestream, 0 reacties. Trackmania met fans, 0 reacties. Dan verrassing van BRNT, 2 reacties. Rebecca Wervent of zoiets. Nog eens ingepakt en ook nog eens gestapeld. En dan ook nog... Ik weet niet wat dat betekent. Oké, Brent Marshall, jij zit in een flopdrol. Eerst mensen onnodig blokkeren om het daarna goed te maken bij Dimi met een veel te goedkope puzzel. Het Yourself Alive, my boy. Superfan 7. BRNT doet echt zijn werk heel goed en al. En als je mij wilt verwennen, dan mag hij dat altijd ook doen. Dan Trickmania 2020 livestream, 0 reacties. Trickmania 2020 livestream, 2 reacties. Een zeer goede stream bij deze, Liam. Dimi, ik snap u niet, man. Je zegt dat ik jaloers ben op u, terwijl ik niets heb misdaan. Bij deze ben je een subscriber kwijt. Oké, ja, dan ben ik een subscriber kwijt. Ik leg mij daar niet van wakker. Dan missie volbrengen op CSGO livestream. Daar zijn ook nog reacties op gekomen. Dan CSGO match. Ook nog reacties. Ruzie maken. Ah nee, dat was van Acid. Oké, bij deze heb ik ook nu al de vragen beantwoord, behalve die ene bij de andere hele lange lijst. Die ga ik nog wel beantwoorden in het kort. Maar nu ga ik wel eens van vertrekken naar mijn wijk toe. En deze vlog is ook al redelijk lang aan het worden, want deze Q&A duurt al 29 minuten. Ik ga nu vertrekken naar mijn wijk. Zo mensen, hier aangekomen bij de Q&A, zoals gewoonlijk, maandag. Dat ik hier mijn broodje kom uithalen. Voor dan te kunnen eten op mijn werk natuurlijk. En natuurlijk ook weer al de veiligheid voor alles. En ergens deze week en volgende week krijg ik mijn prikske. Yes! Zo mensen, ik heb mijn broodje. Ik ga nu dat hier in mijn auto leggen. Jammer. Het is geen John Deere. Jammer. Want daar hadden jullie mij weer al eens kunnen horen, hè. Maar nu niet. Nu ben ik mijn sleutels aan het zoeken. Voilà. Hup, erin. Mijn rusttasje nemen. Hupsa. Mijn broodje daarin. Hupsa, 3. En dan maar
vertrekken terug richting mijn werk. Richting Globachem. Yippie-ki-yay. Voilà. Oh, het is wel frisjes hoor buiten. Het is nu 7:41 en het is 2,5 graad. Voilà, dan weten jullie dat nu ook al. Oh. Allee, tot voilà, ziens mensen. Ik ben hier weer al aangekomen op mijn werk. Dus wat moet ik altijd eerst doen? Mijn kabasje nemen. Mijn terretje toedoen natuurlijk. Dat is al lessen. En daar komt nog iemand aan. Hier spuit er van mijn kabasje hoor. Oeh, die zet zich wel heel ver. Maakt niet uit. Goedemorgen allemaal. Het is altijd morgens. En jullie hebben toch al een redelijke lange vlog al achter de rug. Daar ben ik ook al heel blij om. En dat jullie nog altijd aan het genieten zijn. Dus vergeet alvast al geen blauw duimpje omhoog te doen dat ik echt zo goed bezig ben. Ook met de livestreams ben ik heel goed bezig. Zowel met Counter-Strike Global Offensive als met Trackmania. Dan weten jullie dat. De punten en al die worden binnenkort toegevoegd nog op mijn website. Dus dat ben ik totaal nog altijd niet vergeten. Ik heb de screenshots nog allemaal. Dus geen paniek. Ik kan de scores nog altijd toevoegen op mijn website. Goed. Mijn website is nog altijd www.psychotv.be. Daar staat ook nog altijd een webshop online. Ik zal zeggen, check het out. Kijkers en welkom op de laatste fragment. Hey, ik ben er mee aan geweest, we hebben familie gekeken. Enzo Knol. Enzo Knol. Oh. En dan was ik rondgereden. En nu ben ik op. Nu ben ik echt op. Ik zat net lampje. Oei. Lampje staat te goed. Ja. Oh. Nog alles uit mijn auto halen. Dat ik ook ben. Oh, voilà. Dat heb ik ook alweer. Oh. En ik heb weer mijn rekening betaald. Dat is goed. Dat is zeer goed. Oh, ik ben moe. Ik ga slapen. Ja, ik ga slapen. Excuseer dat ik op mijn dingen. Geel. Ik krijg zelfs een eerste week binnen. Zo moe ben ik. Oeh, light. Light. En kijk eens hoe moe dat ik ben. Ja, ik heb de psychopet aan. En nu naar 1. Zo moe hebben jullie mij nog niet gezien, hè, mensen? Nee. Oh, ik ben echt moe. Ik krijg zelfs tranen in mijn ogen dat ik zo moe ben. Voilà, de laatste deur. En dan lekker warm te binnen. Oh ja. En dan is het hier weer al donker. Dan ga ik eens even kijken als mijn pc nog aan staat. Nee. Maar wel op slaapstand. Ai. Ik heb die wel verkeerd uitgedaan. Oké. Ik heb toch nog even grote computer. Ik ga gewoon nog de vloggen op kanaal steken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Dat ik toch zo moe ben. En toch nog voor jullie wil gaan werken. Vergeet hieronder aan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog online komt. Of een livestream. Tot later. Joe.